Hoe ik in elkaar zit is beslist geen open boek, dus ik gebruik de quarantaine voor zelfonderzoek. Dan zie ik wel wat spanning, maar die neem ik dan voor lief. En ook wel irritatie, maar nooit echt agressief. Hoogstens wat humeurig, maar eigenlijk nooit kwaad. Misschien als iemand thuis werkt en de hele dag praat. Dan denk ik, jij moet een mes in je rug, jij moet een bijl in je nek. Je ogen blauw geslagen en je tanden uit je bek. En ik breek zo al je vingers, nee, ik bijt ze er wel af. Maar je krijgt ze van me terug, dat ze meegaan in je graf. Gisteren zei mijn huisarts, misschien heb ik het mis. Ik denk dat jouw eczeem toch verborgen woede is. Nou ja, ik heb wel dingen. Soms frustratie, soms verdriet. Maar woede? Nee hoor, woede ken ik niet. Misschien als je te dichtbij komt in een rij zo even gauw. Dat er dan iets in me komt waarvan ik denk, wat is dat nou? Jij moet een mes in je rug, jij moet een stok in je reet. Ik zet een brandmerk op je voorhoofd, zodat iedereen het weet. En ga er maar van uit dat je straks je oren mist. Die krijg je van me terug, dat ze meegaan in je kist. Jij moet een mes in je rug en een klem om je strot. En die 24 ribben maak ik allemaal kapot. Die treuzelende tong van jou, die ruk ik uit je mond. Je krijgt hem van me terug, dat hij mee kan in de grond. Jij moet een mes in je rug en een pin door elke voet. Dat je steeds jezelf verraadt door een spoor van eigen bloed. En je ballen laat ik zitten, nee, die prop ik in je muil. En die gaan dan dus vanzelf met de rest mee in je kuil.